Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Zoals jullie achter mij kunnen zien, staan we op de markt in Tsjechië. We gaan even kijken of er hier nog zwaar vuurwerk te koop is. Maar eerst laat ik jullie even wat anders zien. Namelijk, de Pyro Team Delft aanstekers zijn weer op voorhand, jongens. Jullie hebben het allemaal vorig jaar kunnen zien. En op dit moment zijn de aanstekers weer volop verkrijgbaar. Ik moet je wel erbij zeggen dat dit echt het allerlaatste jaar is dat die aanstekers te koop zijn. Dus mocht je er nog eentje willen, doe dat nu het nog kan. We gaan zo meteen op de markt even kijken. We zijn hier natuurlijk eerder geweest op de marktjes. Ik moet je zeggen, we hebben net even één stap op de markt gezet. Er ligt niks meer openbaar. Dus ik denk dat we echt moeten gaan vragen, maar jongens, om te kijken of ze wat zwaarder vuurwerk hebben. En dan gaat er waarschijnlijk weer een koffertje open en dat soort dingen. Hallo. Hallo. Hebben ze firewerk hier? Voorwerk? Ja, voorwerk. Moment. Goed, dat gaat. Ja, hij heeft hem al gezien. Maar nee. Ik kom om 6 en 4. Dit is 6? Nee. Oh, 6. Ja. De kleine. Grote batterie. Heb ik toen je batterie? Meneer. Oké. Nee. Je niet? Geen stress, boy. Nou, we zijn dus op zoek naar een groter blok, jongens. Batterie, ja. Oh, batterie. Niet te grosse. Of grosse, ik nog iets in de kleine. Zo zie je maar weer. Het ligt wel wat minder makkelijk openbaar op de markt. Allemaal klein, hè? Met grotere blokken of zo. Dat is echt jammer. Wel shellkitje hier zo. Shellkitje is wel mooi. 2G. Hé, hey, 5G man. Ja, bij die andere lag dat ook. Hey, die zijn leuk man. Goed, kijk dit. Ze verkopen dus ook gewoon nog F4 hier op de markt. Open en bloot, hè? Open en bloot. Deze hadden we vorige trip, hè? 100 die, gram? Hé, hey, 100 gram voor 20 stuks. Hallo! Hallo! Oh, die is gros, hè? Die is de cola. Oh, FP draai. Ja, FP draai. Oké. Okay. Hebben ze grosse? Wat? Ik daar ook nog. Monster 50. Die is al 100, ik heb. 100 gram. 100 gram, ik heb andere. Dit zijn dunne. Hoja, 100 hoja. Peanuts. Oh, een Shell, joh. Hier dan. Hoeveel? 135. Die 100, 145. Omgehaald, dat moet samen zo zijn. Moment, nog 100. Er gaat nog meer. Hier dan, 125. Mag 24, oké. Wat een enigma, deze Shell. Nummer 4, heel goed. Die 100 hier. Zeer leuk. Ja, jongens, het gaat weer even een tasje open. Ja, maar. En dat is dat. Zo. Dit is niet normaal, hè, deze. Nou, goed, neem van. Ja, goed, neem die dan. Wat is die? Wie viel gram? 100 gram, eindelijk. Ja, hebben ze cobra? Cobra, kijk. Moet die de kant die af. Moet die zijn. Ja. Ja, kom op, draai dit. Hebben ze een grote batterijen? Nee, goed hoor, hier. Ja, goed hoor. 50 millimeter. Ja. Deze zijn wel echt groot, man. Want hoeveel gram is dit dan? 100. 100 gram per stuk. Ja, 100 gram. Hier. Ja. Hier koeken voor de rosse. Oh, mijn langzaam, niet toe te leggen. Ik denk dat hij nog meer gaat halen, of niet? Er ging er net weer een tasje open. Er kwamen allemaal shells uit. En ze waren best wel duur, hè, die shells. Dat gaan we natuurlijk niet meenemen, al willen we dat wel. Maar ze smeren hier van alles aan. Ook die Monster 100, toch heette ze? Monster 100 voor 100 gram per stuk. Bizar, man, dat ze dat gewoon hier aanbieden. Hier heb je nog de Ponta Colossalis.
Ook gewoon te koop, F2. Hier misschien een pakje van. Die hebben wij ook gehad vorige keer volgens mij. Maar ja, kunnen we wel meenemen. En dit, wat is dit dan? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Maar deze zijn die 8 grammers, die monsters. Ja, en kat 4. Dat vind ik wel iets te gevaarlijk, man. Deze misschien dan? We hebben die al een keer gehad. Hebben we ook gehad. Die gingen we toen vergelijken met die, andere. Zwarte knallers, ja. Dat is jammer, man. Ja, dat we kunnen altijd wel even iets moois uitzoeken straks, toch? Ja, maar we gaan zo wel stoken, toch? Ja, wat is dit dan? Kun je die? Wow, kijk, dat is ziek. Deze is ziek, man. Wieveel gram? Dit is 100 gram. 100 gram? Ah, dit is 200. 200, wow, joh. Originaal. Originaal. Ik koek voor... Wow. Niet goed. Cobra 100, super. Bizar, 100 gram. HBC, batterijen, grosse. Dat is jammer, man. Want wij willen echt batterijen, hè? Wie veel voor die's? Dieter. €30, oké. Dat is niet duur. Dubbele zijn dit, hè? Is dat F3? Zwaai. F2. Ik zou halen, maat. Dat is leuk. Ja? Voor overdag. Jou? Nee. Waarom? Categorie voel. Dat is 4. Nee, ik heb een moment. Einde probleem, nee. You speak English? Hey, kom maar. We komen okay. Terug. We komen terug. Prima. Okay, ik weet het. Nee, ik wil terug. Maar... Dus abend. Langzaam. Je moet kijken. Nee. Oh. Wie veel millimeter? Nou. Nog groter? Zo. Het wordt interessant, jongens, want we vragen om groter. Moment, ja. Wat is? Oké. We vragen om groter en er wordt even gebeld en gekeken naar een ander vakje waar het eventueel zou kunnen liggen. Dus ik ben benieuwd wat er uitkomt zometeen. Want we zijn op zoek naar wel 50 mm cakes om te kunnen stoken voor jullie. Wie veel kost dat? Dat valt wel mee, toch? Ja. Gaan we even over nadenken. Maar zoals jullie net hebben kunnen zien, jongens, het valt mij wel op dat, dat het vuurwerk wat minder openbaar ligt. Want vroeger, vorig jaar, lag het hier gewoon open en bloot. En nu is het toch allemaal een beetje weggemoffeld. Moet je erom vragen. Maar goed, nog steeds met filmen is het geen probleem, kennelijk. Nu nog maar even kijken of ze genoeg cakes hebben. Want het knal hier is genoeg. Jullie zagen het net al. Wat zagen we allemaal? Die Cobra 100 Ultimate of zo. Allemaal namaak natuurlijk. Maar hoeveel grams waren die? 200. Die 200 gram, jongens. Laten we natuurlijk liggen, maar... Ook in Tsjechië is het niet verstandig om dat te halen. Nee, zeker niet. Want ook hier is kat 4 natuurlijk verboden. Nee. Ga even wachten, kijken wat hier uitkomt. Oh, kijk, dit zijn cakes, jongens. 25 shots. Aspiro, F3, deze moeten komen. Eerlijk? Ja, is die F3? Ja man, staat F3 op. Wie viel kost dat? 65. Dat is wel veel toch? Denk ik, of 75, ik versta het niet goed. Hey. Wat een timing. Zo. Yes jongens, jullie hebben het kunnen zien. Er is nog genoeg te koop hier op de markt. We hebben even voor jullie de beste winkels uitgezocht om wat te kunnen filmen. Het is niet de makkelijkste opgave om wat te kunnen laten zien. Terwijl de meesten niet eens wat gezegd hebben van je mag niet filmen. Maar toch wil je het ook een soort van respecteren dat ze dat niet willen. Maar er is niemand geweest die iets gezegd heeft. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden jongens. Binnenkort meer video's. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren en dan zien jullie ons weer bij een nieuwe video. Later.